Dankjes en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers. Ik ga de Q&A doen. Goedemorgen allemaal. Ik heb de Q&A dus gisteren niet opgenomen. Sorry daarvoor. Dus ik ga een nieuwe Q&A topic even openmaken op Discord. Ja, wacht hè. De 10e. 10 juni 2024. Voilà. Ik ga het gewoon terug zo noemen hoe het noemde. Het is 10 en dan 11. Voilà. Dat is aangemaakt. Dan nog bij afbeeldingen kijken voor mijn Q&A logo. Voilà. Post. De andere mag dan gesloten worden. Post sluiten. Voilà. Dan hebben we Kobe. Waarom stuur jij steeds foto's van je blote oberge? Ja, dat ben ik niet. Dat is iemand anders die mij voordoet als mij. Dus ik ben dat dus totaal niet. Ik doe dat niet, heb ik geschreven. Dat doet iemand anders. En dat zijn de admins aan het onderzoeken. Want ik heb ook niet graag als dit hier wordt gepost op mijn Discord. Heb ik daarop gereageerd. Dan Doekie. Als jij douches gaat, was jij iedere keer je haar? Ja, ik was iedere keer mijn haar als ik mee doucht. En was jij dat als eerste of als laatste? Als eerste. Dus ik douche eerst mijn haren en dan pas mijn lichaam. Ben je gestopt met reus ondertussen of voor wanneer is het? Ga je eerlijk zijn. Wacht, ga je er eerlijk over zijn? Ja. Ik ga je één ding zeggen. Ik ben er nog altijd niet mee gestopt. Ik geef dat eerlijk toe. Ik neem het voor mijn rug. Punt uit. Dat mijn rugpijn dat ook weggaat. Je moet dus echt eens naar Nederland gaan en eens bevragen ook aan de bevolking voor waarom nemen jullie dat? Voilà. Ik stimuleer het niet. Ik stimuleer het niet. En tegenwoordig kun je het ook gewoon bij een krantenwinkel of zo ook al vastkrijgen. Voilà. Ben je de slimste? Hey Dimi, als jij gaat samenwonen, wie gaat dan bij je haar onderbroeken wassen? Dat doet zij zelf dan. Wanneer gaan jullie samenwonen? Dat staat nog niet op het programma wanneer we echt effectief gaan samenwonen. Maar we willen wel gaan samenwonen. Dat staat zeker op het programma. Ik heb even mijn micro iets dichterbij schuiven. Ja. Oké, dan. Kan Bea koken? Ja. En zo wat dan? Dat weet ik niet. Dat zal ik eens aan Bea zelf dan eens vragen. Dus als zij nog eens hier is. Dus wat zij kan koken. Ze kan veel koken hoor. Ze kan heel veel koken. Wel met mijn begeleiding. Wanneer heb je over het laatste keer gelogen? Welke kleur van onderbroek bij Bea vind jij het mooiste? Ik vind altijd sowieso, mijn lievelingskleur is rood, punt. Maakt niet uit van welke kleur van onderbroek, dat maakt mij totaal niet uit. Dat weet ik niet, Benny. Oké, dan de volgende. Hoeveelste auto heb jij nu al gehad? Ik kan de tel niet meer bijhouden, Benny. 1, 2, de vierde is dat, hoogstwaarschijnlijk. De vierde auto al. Voilà. Dan moet ik nog iets doen. Ja. Dan, kunnen dieren dromen? Fred Kroket. Dat moet je aan een natuurwetenschapper vragen. Geloof jij dat de aarde rond is? Ik geloof dat de aarde rond is. Ja, ik geloof dat. Hoe komt dat? En als er geen wind is op de maan, hoe komt dan dat de vlag van de Amerikanen wappert? Ik weet dat niet. Dat moet je ook weer aan een natuurwetenschapper vragen. Daar kan ik geen antwoorden op geven. Kan Google daar een antwoord op geven? Eens even kijken, hè. Google.
Dat kan niet omdat er in de atmosfeer van de maan geen lucht is en dus ook geen wind. De uitleg van de NASA. Volgens de NASA werd de vlag bewaard in een dunne buis en werd de rimpeling veroorzaakt door het uitvouwen van het textiel. Het zou ook kunnen dat de vlag bewoog omdat de astronauten tegen de vlaggenmast duwen. Voilà. Hoe komt dat je ruzie hebt met Chrisje? Ik heb geen ruzie met Chrisje, ben niet de slimste. Dat heb ik totaal niet. Dan, wanneer ga je de stemtest doen? Doe hem anders nu live in de video. Ik weet op wie dat ik ga stemmen en dan moeten jullie totaal niet van wakker liggen. Ik zal niet op de verkeerde gaan stemmen. Voilà. Dan. Vrij kroket, als jij naar de grote toilet gaat, zit je broek dan aan de beide enkels of aan je. Dat is de privé. Hoe hang jij je wc-rol op velletjes naar de muur of naar jou, naar mij toe? Wist je, ja, dus de vellenrolletjes die hangen dus echt naar mijn kant toe. Wist je dat als je gaat scheiden, je broek beter op een van je enkels laat? Dan is het voor het eventueel in de noodzaak moet kunnen rennen, vechten. Bijvoorbeeld in de gevangenis altijd klaar zijn te vechten. Oh, als je dat zo zegt, dan zal dat wel waar zijn, zeker. Ik weet dat niet. Dan ben je de slimste. Hey Dimi, op welke leeftijd is uw metalen achterstand opgetreden? Heeft Bea ook een metalen achterstand en op welke leeftijd is dat bij haar begonnen? Ik weet dat niet. Dat geef ik eerlijk toe, ik weet dat dus totaal niet. Had Chrisje ook een metalen achterstand? Nee. Mogen mensen met een metalen achterstand kinderen krijgen? Ja. En hebben de kinderen dan ook een metalen achterstand? Dat weet ik niet. Dat moet je ook weer aan de natuurwetenschapper vragen, Benny. Fred Kroket, kan je eens filmen als je op de weegschaal staat? Ik heb hier geen weegschaal meer. Ik geef dat eerlijk toe, ik heb hier totaal geen weegschaal meer. Als ik eens een weegschaal vind, dan ga ik dat zeker eens doen. Dan Fred Kroket. Heb uit een goede bron vernomen dat Doekie 66 gaat joinen. Klopt dit? Dat kan. Dat kan altijd. Waarom koop jij geen stuur voor te rijden op Eurotruck? Dat is. Ik heb iemand eens gemaild daarvoor, maar ik heb daar nog altijd tot heden geen mail terug van gekregen. Dus ik ga verder zoeken naar een tweedehands Eurotruck simulator stuur. Wanneer heb je voor het laatste keer gelogen? Lieg jij ook tegen Bea? Nee. Heeft Evelien en Glenn ook een metalen achterstand? Dat weet ik niet, Benny. Dat weet ik niet. Waarom poist je constant je kont en je piemel? Dat weet ik niet, Emiel. Dat weet ik niet. Omhoog van dat ben ik niet. Voilà, dat waren de vragen van op Discord. Nu gaan we over naar de vragen op YouTube. Eens even kijken. Dan ga ik nog. Ik heb er nog wel even de tijd voor. Oh, dan klik ik weer op de verkeerde. Dan je kanaal. Dan video's. Voilà. Dan, waar is de voice Q&A? Dus ja, oké. Nieuw, nieuw, nieuw. Nieuw, nieuw, nieuw en nieuw. Oké. Dan ga ik ze wel even allemaal op pauze drukken. Dus sorry voor wat reclametjes wat jullie dan zo eens even horen. Sorry, sorry, sorry. Oké. Dan vlog 1821, 14 reacties. Dat is veel. Dimi is bijna 40 en kreeg nog. Zakgeld. Ja, is dat erg, Emiel? Maak u dat uit? Emiel, knappe mama achter u. Hè? Knappe mama achter u? Ja, dat is al te weinig hem shopping center, dus ik ga het jullie ook eens laten zien. Ik ga het dus jullie gauw eens laten zien. Wacht, hè? Schone mama. Voilà, dat bedoelt zij over deze hier, deze persoon. Voilà. Dan,
Saai met altijd TPC-vlogs. Laat dat achterwege. Dat boeit niemand. Ben ik eerlijk en echt waar? Oké, dan is dat ook waar. Oké. Ben je sinds. Hey Demi. Het is Dalmatius en geen Dalmatier. Oké. Dan weet ik dat nu ook al. Wanneer ga ik terug op Discord? Ja, je zit al op Discord. Hey Demi, je zit weer aan het liegen. In de oven bak je. En niet koken. Gelief onze juiste informatie te vertellen. Ja, oké. Okay, merci dat je dat verbetert. Ik zie op 42.15 geen plaatjes verschijnen in de linkerbovenhoek. Dan heb ik dat geschreven. Het staat in de beschrijving. Is niet gelukt. Sorry, check even in de beschrijving. Thanks voor de info, heeft hij dan geschreven. Hele leuke video, dankjewel. Top video weer. Amai zeg, wat is het? Veel gehoest op de achtergrond. Ja, dat is mijn rokershoest. Sorry daarvoor. Dan hebben we nog Stinksmurf. Zo leuk dat je bent gaan shoppen. Klein opmerking, je hebt een beetje een stinkadem in deze video. Misschien voor de... ja, hoe kun je dat ruiken? Je kunt dat niet ruiken. Heb je dan een... Allee, moet ik het zeggen. Heb je dan een geur-PC? Dat je dat kunt rieken? Ah. Dan zijn we... wacht hè, dan is even kijken. Vlog 31 dan... Wacht hè. Vlog 30 dan 31. Ik heb ergens een foutje gemaakt, maar ja, maakt niet uit. Ik zeg ook maar de vlognummers. Dan 1830, daar zijn 3 reacties op gekomen. Die wil ik ook nog wel voorlezen. En dan sluit ik even deze QQQQ&A af, omdat ik moet gaan werken. Ben je de Sims? Je moet juist zeggen... Van koester elkaar. Heb je nog nooit in mijn leven een grote ruziemaker gezien als jij? Daar ben ik heel eerlijk op. En echt waar, mensen. Ik ben geen ruzie. Ik heb mijn leven nog nooit zo'n grote zaag als u gezien. Daar ben ik nu ook eens heel eerlijk in. Ze. Op Rob zijn antwoord, daar wil ik wel een hartje voor geven. Dat is ook weer waar. Waar Rob naar Benny stuurt. Ik heb in mijn leven nog nooit zo'n grote zaag als u gezien. Goed gezegd. Dan Not a Rapper. Weer al doet Bea niets in het huishouden. Jawel, Bea doet veel in het huishouden. Bij deze volgende Q&A is na mijn werk. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. Zo mensen, ik heb een stukje Q&A al opgenomen. Ik ga mij nu klaarmaken om gaan te werken natuurlijk. Met mijn nieuwe werkschoenen. Kijk dat dus aan. Oh, mooi. Maar ik wacht nog altijd op mijn andere werkschoenen. Ja. Want ik vind deze niet leuk om aan te doen. Ik geef dat eerlijk ook toe. Ik vind dat niet leuk. De vlog van gisteren stikt ook in elkaar. Dat is goed. Dus dat kan die tijdig online komen. Nogmaals, mijn excuses dat er dan gisteren geen Q&A is geweest. QQQ&A. En nu moet ik nog een mesje zien te vinden. Dat is altijd zo. Ah ja, die liggen in mijn notto. Shush. Die liggen in mijn auto. Mijn autosleutels nog nemen. Die ligt hier op mijn slaapkamer. Voilà. Kijk maar. Op zat er een autosleutel. Haha. En het is al 3 weken. Ik kan sowieso al zeggen, ik zit in mijn derde week al dat ik echt last heb van mijn maag. Maar toch, je ziet, ga ik werken. Wat ook moet gebeuren. Dus even kijken, heb ik alles. GSM. Check. Check. Portefeuille, not check. Ik ga mijn portefeuille zien te vinden. Waar heb ik die gelegd? Ik ga die nog even gaan zoeken, dus dan ga ik vertrekken. Jojojo. Ik heb mijn portefeuille gevonden. Dus dan kan ik eindelijk vertrekken. Dan nog de juiste sleutel terugpakken. Voilà. Ik moet nog iets meenemen.
nee, dat is die liggen. Hoe heb ik die in andere gezet? Ah, daar. Want die moet ook nog eens gevuld worden. Dat kan ik met mijn werk doen. Nesquik. Goed dat ik er aan herinner. En hopelijk liggen mijn sandwiches in de auto. Dat weet ik dus nu ook weer niet. Dan nu mijn autosleutel nemen. Die heb ik in mijn zak gestoken en nu vind ik hem weer niet. Oh, Jezus Maria, Jozef. Waar heb ik die nu weer gestoken? Ik heb zoveel zakken, hè. Val ik hem. Ik heb zoveel zakken, hè. Ik kan dat hier gewoon nog gauw doen. Dat vullen, hè, mensen. Dus even kijken. Ja, check, check, check. Sandwichen, check. Ik heb bedoeld, koekjes. Ja, ik heb koekjes meegekregen van de Rode Kruis Alken. Dus ik ga dat even gaan vullen. Als ik nu eens mond, dat is niet zo erg. Jeppa. 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 Goedemorgen. Voilà, sa. Ook je buurtjes zijn wakker. Ja, de... Ik hoop nog mensen dat naar school toe gaan, dan zeg ik de verkeerde in mijn rugzak. Goed bezig, die. Oh ja, ik moet nog gauw iets doen en dan ben ik ribbedevie. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Hallo kijkers en welkom nog op de verdere Q&A. Mijn vorige Q&A heb ik hier in mijn bovenhoek dit, mijn datum, vergeten aan te passen. En met mijn stomme koppen. Maar ik heb het wel opgenomen vandaag, 4 juni. Dan weten jullie dat. Dus een kleine rechtzetting. Dus dan, en ik heb ook al een paar vragen ook al van YouTube al dan ook al beantwoord. En ja, bij deze ja, was ik het dus vergeten. Zo gelijk, ik zat op vlog 1830 en daar heb ik dan het laatste keer beantwoord. Jij moest juist zeggen van koester elkaar, heb nog nooit in mijn leven een grote ruziemaker gezien als jij. Daar ben ik heel eerlijk in, echt waar mensen. En daar heeft dan Rob op geantwoord. Ik heb mijn eigen leven nog nooit zo'n grote zaak als u gezien. Daar ben ik nu ook eens heel eerlijk in. Ze. En wel, dat vind ik een hele mooie uithaal van Rob. En wel, ik kan je sowieso zeggen, die heb ik al sowieso in mijn vorige fragment ook al beantwoord. Dus dan zitten we aan vlog 1831. Daar zijn 4 reacties op gekomen. E-mail, straks valt er een ei op uw ruit, maat. Pas op voor die duiven in hun nestjes. Oh, dat is altijd die reclame, hè. Die reclame altijd, hè. Uit hun nestjes. Allee, nog een keer reclame van 5 seconden. Hop, zat er een. Ah, die duiven die op mijn appartementsblok zaten, dus deze hier zo. Voilà. Dan, hey Dimi, ik zie daar 3 onderbroeken liggen in de wasmand van 1 week. Doe je dan 3 dagen proper onderbroeken aan? Nee, ik doe elke dag echt waar zuivere onderbroeken aan. En ik weet niet hoe je dat te achter zit gekomen. Is even onderbroeken, de washandjes bij de washandjes, noem maar op. Ik ook zien. En dan, wat je nu dan ook nog gaat doen, dat is mijn... Ah, hier. Dus even kijken. 1, 2, 3. Ja, 3 onderbroeken. Maar ik doe elke dag wel zuivere onderbroeken aan. Soms zijn ze versleten. En dan krijg ik ook wel eens nieuwe van mijn ouders. Maar hier liggen redelijk wat onderbroeken ook op mijn appartementsblok. Dan weet je dat.
Dan Benny. Hey Dimi, gaat jouw mama Bea haar onderbroeken ook wassen als jullie samen gaan wonen? Dat weet ik niet, maar we zijn dat misschien zo aan het Ik doe dat bespreken. zelf, ja. Voilà, zij doet dat dan zelf. Daar wil ik dan ook nog zeggen, dan gaan we ook nog bespreken hoe en wat van de was. Dus, maar dat is voor een latere tijdstip in onze leven. Dus moet zo even was mee. Voilà, dus noos doet zij mijn was mee en dan onderhoud ik bijvoorbeeld het appartement of de woning, bijvoorbeeld schoonmaken. Dus iedereen zijn eigen taakjes zo wat opleggen. Dan Marcel, op 22.19 verschrok ik me nogal van die luide geluid plots. Ja, die geluiden. Ja. Ik heb het erbij geschreven, hè. Ik heb het erbij geschreven, ook gepast. Voilà. Bij deze. Dan zit ik op vlog 1832. Daar zijn 10 reacties op gekomen. Peter de Keizer. Als ik ziek ben, drink ik geen cola, maar water. Drinken is goed voor je. Ja, ik drink ook de laatste tijd heel, heel, heel veel water. Echt waar. Ik drink echt massa's water. En super veel beterschap rust goed uit. Ik zit bijna nu al aan de derde week van mijn ziek zijn. Ik probeer ook altijd gaan te werken, want ik heb het doorgepusht, ook met mijn dokter. Ik ben vandaag met mijn dokter geweest in de namiddag. Ik heb een maagzweer van de stress, noem maar op. En ik probeer nog altijd mijn best te doen om nog wel wat content ook voor jullie af te leggen. Zo wil ik ook deze Q&A ook te bevragen en al. Dus ik doe mijn best. En dan kom ik nog even tot iets naar boven toe. Want ik moest nog, ik wou ook nog iets doen. Ik dit toch? Ja. Oei. Je kunt deze niet vervangen omdat deze het maximum aantal toegestaande vervangingen in segment bevat. Ouch. Oké. Okay. Ja. Waar zijn je autosleutels die daar nog? Dat ik het niet weet, ligt die niet op mijn slaapkamer, schatje? In mijn blouse waarschijnlijk. In mijn Psycho TV blouse. Polo. Of hoodie hebben ze. Hoodie. Mijn sleutel hier laat en uw sleutels mee. Oké. Kan ook, hè? Ja, dat kan ook. Dan ben ik de slimste. Hey Dimi, is veel beter zo korte vlogs maken. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik kan me daar niet aan houden. Techjes, wat een depressief gedoe. Dankjewel. Dan Boefiro, je hebt waarschijnlijk zoals altijd weer tot midden in de nacht op uw gsm spelletjes gespeeld. Of. Nee, dat ga ik dus niet verder lezen. Buikgriep in uw vuile pop eten, echt waar, pure leugens. Dat is jouw redenement, want ik ben echt naar de dokter geweest. En dat kan ook mijn schat bevestigen dat ik naar de dokter ben geweest. Dus bevraag maar op Discord aan haar. Je zit zogezegd ziek en moest overgeven deze morgen, maar dan gaat je vuile rioolmengeling van uw chocoladepap opeten, wat zwaar op uw maag ligt. Ja, eigenlijk is dat wel waar, maar maar. ik vind wel dat jij mag kiezen wat jij wil eten. Ja, dank je. En misschien hebben ze dan niet gehoord om mijn stem, maar. Jawel, ze hebben het wel waarschijnlijk gehoord. Allee, tot ze biedt. You. Stink. Smurf, ik ben ook eens ziek geweest. Mijn teen gestoten aan de keukentafel. 3 weken thuis gezeten, zegt de dokter. Heeft me toen aangeraden om babyvoedsel te eten. En mijn tanden 20 jaar lang 2 maal per dag te poetsen. Nanana. Marcel Beterschap, dankjewel. Dus die mensen die Beterschap hebben geschreven, die krijgen een hartje van mij. Voilà, ça. Vlog 1833, 6 reacties opgekomen. Weer reclam, weer reclam. Sorry, sorry voor die heel luide gedoe.
Zeg niet dat ik twee minuten naar een reclameclipje moet gaan kijken. Hè. Echt waar, mensen. Dan doe ik liever op eens F5. Oh my fucking god. Ja, voilà. F5. Ja. Geef ook je autoschuld om hem mee. Oké. Dan, Peter Keizer. Fijn dat het beter met je gaat. Buitenlopen heeft ook wat plaats alleen binnen. Kom er meer buitenvlogs, PS, fijne avond. Ja, er gaan ook binnenkort weer al meer buitenvlogs ook zijn. Want ik wil ook me meer op buiten begeven. Waarom? Omdat buitenlucht altijd heel goed doet voor de mens. Wat is dat voor een geluid? Oei, oei, oei. Dat vraagt Benny de Slimste op vlog 1834. F5. 1834. F29 is even luisteren. Ah, dat was een scheet. Dat was een scheet. Dat was een scheet. Dan zitten we aan vlog 1836. 1625, Timmy vindt het oké dat zijn sigaretten 20 euro kosten. Ja, dat klopt. Maar het mag altijd iets minder zijn. Maat, jij moet stil zijn. En kijk, was het je daar zo te roepen? Ik heb niet geroepen op die kerk. Wacht, hè. Dan gaan we eens bekijken. Zit iedereen te wachten nu. We hebben hier daar, het had ook onze vlag. Echt pal boven die microfoon te praten. Ik heb niet geroepen. Waarom zoek ben jij geen hobby's? Dat weet ik ook niet. Jij helpt bij het Rode Kruis, maar jij kunt letterlijk geen eerste hulp toedienen. Wat je buist telkens voor je examen eerste hulp. Kijk, er is meer dan alleen maar eerste hulp bij het Rode Kruis. Waar je bijvoorbeeld ook chauffeur zijn. Helpen bij de uitleendienst en al bibzorg, bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld gaat voorlezen in de krant voor de oudere mensen, of helpen de tijd gaan op te zetten op evenementen, voilà. Dus er is zoveel ook nog omtrent te doen buiten die eerste hulpdiploma. Mooi paarse streep op uw scherm, dankjewel. Het is nu blauw. Voilà, dit is de QQQ&A voor vandaag. En ik ga jullie laten, dus ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Ik ga nu terug mijn schatje naar huis doen. En dan kom ik even terug en dan ga ik mijn vlog misschien al in elkaar steken. Maar dat zeg ik wel op mijn... Zo, Bea naar huis gebracht. Ben ik nu thuis aangekomen. Ga ik richting toch... Nog gauw achter mijn computer kruipen, of voor mijn computer kruipen, beter gezegd, voor de computer. En dan ga ik mijn vlog nog monteren. Gaan richting bedje, want het gaat echt niet bij mij vandaag. Ik heb echt geen fit. Ik heb ook vandaag een grote fout gemaakt in mijn vlog. Ik heb dat ook wel opgelost met zo'n streepjes dan en dan daar een mooie tekst erbij geschreven. Voilà. Allee, ik ga jullie nu laten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op buiten te drukken om de video te horen wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En vooral, zoals altijd als ik mijn vlog beëindig, is het yo 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 yo.